Hartelijk welkom bij de 19e aflevering van Boordradar, het governance nieuwsmagazine van Guberna en De Bestuurder. Vandaag brengen we nieuws over twee interessante conferenties. We keren terug naar het brandend actuele thema van goed bestuur in de publieke sector en we belichten het belang van cyberveiligheid. Vorige week organiseerde 20 Europarlementsleden een driedaagse conferentie over de sociale en ecologische uitdagingen van ons huidig economisch systeem. Dat systeem en zijn welvaartsindicator, het BNP, worden door verschillende wetenschappers in vraag gesteld. Denk maar aan de donut-economie van Kate Raworth als alternatief economisch model. Corporate governance werd meermaals aangekaart als een erg zwakke schakel. Bestuurders moeten dringend de transitie naar koolstofneutraal versnellen en een zinvolle purpose definiëren die in lijn ligt met de huidige uitdagingen. Professor Yamina Saheb, experte in energie en lid van het IPCC, verwoordde het zo. Les conseils d'administration des entreprises ont une responsabilité énorme dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transition, mais en vérité dans l'objectif de neutralité carbone, qui va plus loin que la transition. Pourquoi ? Parce que c'est là que les décisions se prennent. C'est là que la voie que l'entreprise va prendre se décide. Et en vérité, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les conseils d'administration des entreprises, la voie qui était dictée par ces sages va à l'encontre de l'objectif de neutralité carbone en Europe. Et surtout, elle va à l'encontre de ce qui, des métiers qui ont un sens pour les jeunes. Parce qu'en fait, la force d'une entreprise, ce sont bien ses employés, les personnes qu'elle emploie. Et les jeunes, moi j'enseigne à Sciences Po, les jeunes me disent, moi je veux faire un métier qui a du sens. Ils demandent du conseil pour faire des métiers qui a du sens. Les jeunes demandent à ce qu'on les oriente vers les entreprises qui font des choses qui ont du sens. Er waren meer dan 2400 aanwezigen in het Brusselse halfrond. En nog eens twee keer zoveel volgde de conferentie online. Wilt u meer lezen? Het Europese parlement publiceerde net de studie Beyond Growth, Pathways to Sustainable Prosperity in the EU. Een aanrader en via onze show notes te vinden. Wat is echte duurzame waarde? Waartoe dient een bedrijf? Wat is de juiste investering? Fundamentele vragen, waarover de Koninklijke Academie van België samen met de FPIM een interuniversitair en multi-stakeholder seminari organiseerde. Organisator Jérôme Warren wil hiermee aanzetten om onze opvattingen over ondernemen en zaken doen te herdenken en anders te formuleren. Hij vergelijkt zijn initiatief ook met een uitnodiging tot een vergaande due diligence over de duurzaamheid van onze economie zelf. Een oefening die een brede maatschappelijke dialoog met alle stakeholders zal vergen. Guberna Certified Director Christiane Malcor verzorgde de slotconclusie en deelt graag haar bevindingen. In the symposium Beyond ESG, three expert panels proposed three lines of action. The panels were composed of professors and business managers in the disciplines of law, innovative technology, philosophy, climate science, banking and business administration. First, they propose is to go for more state control, ensuring compliance as opposed to voluntary initiatives. Second is to go for more sustainability training of the existing board members and to add to the board representatives of all stakeholders, including clients and NGOs, defending the planet's limits. Thirdly, is to add additional collective intelligence to the board through artificial intelligence, of course, ethically trained. These actions should ensure each business to speed up on its path towards improved ESG performance. Collaboration between experts should make it globally work faster. De link naar de opname van het volledige seminarie vindt u trouwens in onze show notes. U vernam wellicht al dat Guberna, als onafhankelijk expertisecentrum, door de Belgische staat bevraagd werd om een corporate governance charter op te stellen voor overheidsbedrijven. Ons Public Governance Center stelde al eerder een modelcharter voor de individuele bestuurder bij overheidsbedrijven op, met 10 concrete principes. U vindt het terug op onze website. We ontwikkelden ook visienota's in 2014, 2019 en 2020, met aanbevelingen rond de correcte invulling van de relatie tussen de aandeelhoudende overheid
en de overheidsorganisaties. Daarbij wordt de nadruk gelegd op een gepaste samenstelling van de Raad van Bestuur, de juiste informatieflows tussen bedrijf en overheid en een goede alignering tussen het maatschappelijk belang, de aandeelhouderstrategie en de bedrijfsstrategie. Deze boodschap was gelukkig niet echt. Maar we vestigen graag de aandacht op de resultaten van de tweede Cybersecurity Barometer bij Vlaamse ondernemingen door het Vlaamse expertisecentrum O&O Monitoring. Daaruit blijkt dat slechts 4 op de 10 ondernemingen een adequate procedure hebben om op een cyberincident te reageren. Bovendien beschikt maar 1 op 5 over een uitgewerkt cybersecurity plan. En tegelijk weten we dat elke dag minstens 1 Belgisch bedrijf met ransomware te maken krijgt. Een grondig cybersecuritybeleid is dus voor elke raad van bestuur een aandachtspunt. Daarom beschikt Guberna sinds kort over een Cybersecurity Sounding Board Committee van Guberna Directors, dat hier concreet mee aan de slag zal gaan. Zij organiseren momenteel een survey om de maturiteit en kennisbehoeften rond het thema in kaart te brengen. We sluiten af met een warme oproep aan onze leden om deel te nemen aan het Guberna Community Event van het jaar. Ons National Member Forum op 6 juni en onze buitengewone algemene vergadering die daarbij aansluit. We zullen het daar uitgebreid hebben over de strategische opportuniteiten en beperkingen van artificiële intelligentie en hoe u deze in de Raad van Bestuur beter op de radar krijgt. Onze topsprekers Rob Heijman en Christina Cafada zullen het discussiekader schetsen voor een panelgesprek met gasten uit de software, biotech en venture capital wereld. Ik zie u graag terug in juni voor de 20e aflevering van Bordradar. We beloven dat we van deze laatste aflevering van de eerste reeks iets speciaals zullen maken. Tot dan!